Hey, hoe is het? Dit is Astral Thunder hier en dit is mijn commentary track voor de My Little Pony Friendship is Magic pilot episode review. Zo, dat is een hele mond vol, bedenk ik met. Holy shit. Ja, dit is er een die ik, waar ik al een tijdje een commentary op wilde maken, omdat ik heb nog het een en het ander te zeggen over de show en over deze episode en over wat ik nog wil gaan doen met deze reviews. Aangezien het alweer een tijdje geleden is dat ik een review heb geüpload op dit kanaal. Nou, ik kan je alvast wel even zeggen, ik ben momenteel heel erg druk bezig met het schrijven van het script voor de volgende review. Dat wordt waarschijnlijk een revisiting van deze episode. Sterker nog, ik kan je nu al met zekerheid zeggen, deze episode ga ik voor nog een tweede keer reviewen. Ik zal het even uitleggen waarom. Ik heb ervoor gekozen om deze episode nog een keer te gaan reviewen, omdat ik niet helemaal tevreden ben met deze hier, die we nu op ons beeldscherm zien. Ook gewoon omdat, kijk, om te beginnen is wel even naar de video. De editing is niet heel veel tot vrij... Er is niet heel veel tot vrij weinig tijd en moeite gestopt in het maken van deze review. En dat vind ik best wel heel erg zonde, want ik weet gewoon zeker dat ik veel beter kan dan dit. Ik moet het alleen nog even gaan uitvoeren. Maar de reden waarom het er zo uitkwam zoals het er nu uit is gekomen, was goed op je horen bij dit volgende stuk. Oh ja, de theme song natuurlijk. Oh, de theme song van Friendship is Magic is... ik heb hem echt wat te veel gehoord. Maar in ieder geval, ik kon er verder niks aan doen dat de video er zo uit is gekomen zoals hij eruit is gekomen. Omdat ik had niet echt heel erg veel materiaal, zeg maar, waar ik mee kon gaan editen. Ik had wel veel materiaal mee te gaan editen. Ik had de hele two-parter, want het zijn twee losse delen van de Friendship is Magic pilot episode die ik moest gaan editen. Dus ik had zeker wel genoeg beeldmateriaal om mee te werken. Maar daar hield het ook wel bij op. Ik heb verder niks gedaan qua muziek. Ja, op het begin en aan het einde heb ik muziek gebruikt. Maar daar houdt het ook wel bij op. Ik heb verder ook geen mooie editjes gemaakt met coole effecten of zo. Geen overgangen of zo. Nee, dat soort dingen heb ik helemaal niet gebruikt. Maar destijds, er zijn ook heel veel analysts. Sterk nog, bijna alle analysts, voor zover ik weet, gebruiken een soort van OC. Een original character. En die had ik tegen de tijd van deze episode review nog niet. Dus ik had het gewoon moeten doen met alleen de footage die we in beeld zien. Een paar tekstjes in beeld. En dat is het. ik had eventueel wel wat meer kunnen doen wat betreft transitions en dat soort shit. Maar ik heb er uiteindelijk gewoon niet de moeite voor gedaan om dat er nog overheen te gaan monteren. En ik heb daar best wel veel spijt van. Er zijn zoveel dingen die ik gewoon had kunnen doen met deze review. Maar ik heb het gewoon compleet niet gedaan. Oh, als ik hier zo naar terugkijk en als ik dit zo zie, die footage. Het is allemaal zo minimaal. Then again, dit is wel de eerste review die ik ooit heb gemaakt. Dus ik heb er wel echt mijn best voor gedaan om er wat moois van te maken in ieder geval. Het was wel iets waarvan ik wel zat van, ja, hier wil ik wel even heel veel tijd en moeite in stoppen in ieder geval. Dus dat is al iets. Verder wat de layout van deze review betreft. Je ziet linksbovenin zie je een aantal uitroeptekenpuntjes. Ik zal even uitleggen wat dat nou eigenlijk was. Want ik geloof niet dat ik dat volledig heb uitgelegd. Zeg ik nog dat ik helemaal niet uitgelegd. Dat zal ik wel even uitleggen. Heel veel uitleg in deze video. Die uitroeptekenpuntjes is eigenlijk gewoon de actuele review scoren voor deze episode. Dus op dit moment heeft de episode iets van 5 puntjes. En als het goed is zou ik bij dit moment hier zo er een extra puntje hebben bijgeteld. Omdat ik dit een heel grappig stuk vind. Ja, daar is er eentje bijgekomen. De reden waarom ik dit heb gedaan is omdat ik wil gewoon voor mezelf ook een beetje meer... consistency of zo hebben over
hoe goed ik, over wat voor cijfer ik de episode aan het eind van de review zou geven of zo, denk ik. Maar dat staat al in het script geschreven. Dus waarom heb ik dat er dan bij gedaan? Ik heb geen idee. Ik heb ook na mijn vierde episode review heb ik dat uiteindelijk niet gebruikt. Die review is trouwens niet meer te zien op dit kanaal. Omdat die was van mijn Brony Reviews YouTube kanaal die inmiddels dood is. Sterker nog, dat kanaal bestaat helemaal niet meer. Dus daar kun je hem sowieso niet meer op bekijken. Maar daar heb ik de... Ik heb bij episode 5... Tenminste, review 5 heb ik die gewoon niet meer gebruikt. En daarna heb ik die reviewpuntjes ook nooit meer terug laten komen. Omdat, wat is het nut? Als ik er nu ook gewoon naar terugkijk, dan denk ik echt gewoon van... Waarom heb ik ze ooit gebruikt in the first place? I have no idea, but I use them, so... Oh man, dit is echt te gek voor woorden. Maar je ziet wel, wat wel weer interessant is om terug te zien aan deze review, is dat je ziet dat die review score momenteel ontzettend snel omhoog gaat. Zeg maar bij elke introductie van de main 6 zie je dat er een puntje bij komt. En dat is ook gewoon omdat elke introductie in deze episode, behalve die van Rarity dan, naar mijn mening, was gewoon heel goed gehandeld. En zeker deze vond ik ontzettend grappig en epic. Ik heb ontzettend genoten van dit moment. Ik ben alleen wel benieuwd hoe Rainbow zichzelf heeft schoongemaakt daar. Ik heb het misschien... Ik heb het niet vermeld in de review zelf, maar ik vond... Ik vind het een beetje bijzonder. Hoe heeft Rainbow zichzelf schoongemaakt? Is ze eventjes in het eerste meertje gedoken die ze tegenkwam of zo? Nou ja, maakt niet uit. Ik vond Rainbow's introductie gewoon ontzettend leuk. En is naar mijn idee ook gewoon de beste die ze in de hele episode hebben gebruikt. Hij is epic, hij is snel, hij is grappig. Hij is gewoon te gek. Ik vind hem oprecht heel goed. Dat is ook de reden waarom ik hem uiteindelijk iets van 3-4 puntjes of zo heb gegeven, denk ik. Maar goed, er zijn nog veel meer punten in deze episode die ik heel veel punten heb gegeven. Kijk, huppakee, daar heeft de episode opeens 10 punten. En na dit moment worden dat waarschijnlijk 7, denk ik. Omdat ik bij dit moment iets van 3 punten of zo eraf heb getrokken. Misschien heb ik er zelfs nog meer vanaf laten trekken. Dat waren er 2, geloof ik, die ik eraf heb getrokken. Ja, 2. Ik heb geen idee waarom ik er 2 vanaf heb getrokken. Waarschijnlijk gewoon omdat ik... heel erg gefrustreerd was door het feit dat Rarity Twilight opeens in allerlei rare pakjes steekt. Terwijl Twilight dat duidelijk niet nodig had of zo. Ik had dus duidelijk wel een periode dat ik echt zat te muggen ziften om het kleinste dingetje in een hele My Little Pony episode. Wauw. Dat is... Wauw. Gewoon wauw. Er waren nog veel meer andere puntjes waar ik misschien wat had kunnen dimmen wat betreft kritiekpunten. Dit vond ik daarentegen wel hilarisch. Pinky's introductie vond ik echt geweldig. Dat is zeker een puntje waard, ja zeker. Daar ben ik het zeker mee eens. tekst in beeld ofzo. Spike heeft het wel naar zijn zin, maar Twilight die zit zo van... Nee, ik wil geen lol trappen, ik wil studeren, oké? Maar nee, ze krijgt de kans er gewoon niet voor, omdat... Geen idee. Oh, en nu komen we natuurlijk op het punt dat we bij Friendship is Magic Part 2 moeten beginnen. Ja, dit is een best wel controversiële episode, als in... de ene vindt deze episode wat leuker als de ander. Ik vind hem persoonlijk echt nutteloos. Friendship is Magic Part 2. Het is bedoeld om nog even wat... om wat beter kennis te maken met de main 6. Sure. But do we really need a second part of an already good episode?
Ik bedoel, we kunnen hun talenten ook leren kennen door de serie heen. Daar hebben we geen extra episode voor nodig. Maar nee, Lauren Faust vond dit een goed idee. En sowieso, ik vind Nightmare Moon een beetje een nutteloze villain in general. Niet dat ze slecht is of zo, maar doet ze echt veel in deze episode. Ja, los van het feit dat ze allemaal valstrikken, obstakels enzovoort neerzet of zo. Daar houdt het. Dat is het wel. Oh ja, hier begin ik te zeiken over de vertaling van The Everfree Forest. Het is gewoon wel zo dat ze hebben heel erg veel namen in het Engelse. Zo, ik kom slecht uit mijn woorden opeens. Dat is niet normaal. Ze hebben heel erg veel Engelse namen naar het Nederlands vertaald. En het klinkt oprecht alsof ze het gewoon direct in de Google vertaler hebben gegooid. En dat dan vervolgens in het script hebben gegooid. The Everfree Forest, het eeuwig vrije bos. I mean, why? Why would you do that? It sounds terrible. My gosh. Maar The Friendship is Magic 2-parter had dus niet eens een ding hoeven zijn als je mij vraagt. Als dit gewoon een eendelige episode was geweest, had het ook prima geweest. Maar nee, dit is wat Lauren Faust wel. Zo. Kom even slecht. Godverdomme. Praten gaat moeizaam. Dit is wat Lauren Faust wilde. Tenminste, ik weet niet eens zeker of dit is wat Lauren Faust wilde doen met de Friendship is Magic 2-parter. Ik kan me haast al voorstellen van wel. Maar it doesn't seem like this was planned right. Ik weet niet waarom, maar ik heb gewoon het vreemde gevoel alsof dit een idee was van Hasbro. Maar misschien komt dat gewoon omdat M.A. Larson heeft ooit eens een keertje in een conventie vermeld dat een episode die hij geschreven heeft, Fame and Misfortune van seizoen 7, niet geschreven was zoals hij het had willen schrijven. Er waren heel erg veel beslissingen genomen door Hasbro die M.A. Larson niet eens had willen maken. En toch zei Hasbro van M.A. Larson, dit is hoe jij de episode moet schrijven. Dit is hoe wij het willen hebben. En dan begin ik me wel af te vragen of dat de fouten die in deze episode zitten en in eigenlijk elke episode van Friendship is Magic, of dat wel echt het idee zou zijn geweest van Hasbro zelf. Want ja. Nu zijn er ook weer een aantal andere episodes waar ik het idee heb dat dat helemaal niet het idee zou zijn geweest van Hasbro. Er zijn echt episodes geweest waar ik echt gewoon het idee heb dat de schrijvers zelf waren die de ene na de andere fout probeerden te maken. Kijk naar een Charlotte Fullerton. Oh, Charlotte Fullerton's episodes gaan we nog wel eens beleven trouwens in mijn reviews. Oh, dat wordt zeer interessant. Dit is trouwens misschien wel mijn minst favoriete moment van de hele two-parter. Dit donkere bos met bomen, met enge gezichten. We hebben het om te beginnen al vaker gezien. We hebben het gezien in onder andere Snow White. Daar was het volgens mij als eerste gebruikt. En sindsdien is het ontzettend vaak teruggekomen in andere tv-shows en films. Voornamelijk heel veel kinderfilms. Maar hier doen ze er niet heel veel mee. Hier doen ze het gewoon even om te laten zien van, yo, dit is Pinkie Pie's karakter. Het element van het lachen of zo. The element of laughter. Dat is Pinkie Pie. Ik snap dat dit moment daarvoor bedoeld is, maar come on. Hier hadden ze zoveel meer kunnen doen. En ja, ik denk, ik heb ook een beetje het idee alsof ik een beetje zat te muggenziften in mijn review erover. Maar als ik er zo naar terugkijk, denk ik dat mijn argument nog best wel redelijk terecht was. Dat ze daar echt zoveel meer mee hadden kunnen doen. Maar
Ze hebben er gewoon niet mee gedaan wat ik had gehoopt. Ik weet niet. Had de bomen laten bewegen, weet je? Misschien hadden ze ook, hoe heet het, kunnen lopen of zo. Geen idee. Just do something better than this. Please. Maar goed. Oh ja, dan komen we hier. Hier ben ik gewoon heel erg snel doorheen geskipt. Omdat, nee, dit was niet eens de moeite waard om erover te praten. Ik weet niet eens waarom ik überhaupt de moeite heb gedaan om er überhaupt over te praten. Maar oké. Okay. Ik heb het gedaan. Dit moment heb ik misschien niet helemaal goed uitgelegd. Sterker nog, ik ben ook hier best wel snel doorheen gegaan. Terwijl ik mijn argumenten misschien wat duidelijker had moeten maken van waarom dit beter had gewerkt. In deze scène zit Rainbow Dash daadwerkelijk te twijfelen of dat ze bij de Shadow Bolts komt of dat ze bij haar vrienden blijft. Want ze moest dus kiezen voor de Shadow Bolts of voor haar vrienden. En als ze koos voor de Shadow Bolts, dan mocht ze dus niet meer met haar vrienden omgaan. In de episode zag je ook daadwerkelijk Rainbow gewoon twijfelen over wat gaat ze doen, weet je. Ik heb dat niet eens even goed laten zien. En ik heb het gewoon gelaten zoals het was. Ik bedenk me nu pas dat het echt best wel heel erg bad was van mijn kant. Ik had het gewoon zoveel beter moeten brengen. En ik heb er gewoon geen moeite voor gedaan, lijkt het wel. En ik heb er ook volgens mij gewoon totaal geen moeite voor gedaan. Het was bad. Het was gewoon bad. Nee, moet ik gewoon niet doen. Maar dat was wel een moment waarvan ik wel zat van, ja, dit is nou wat de hele two-parter had moeten zijn. Als ze dan toch een hele two-parter erover voor de main 6 gaan maken. Doe het dan even op deze manier. deze montage heb ik misschien beter kunnen laten skippen. Ze krijgen allemaal een element. Pinkie Pie krijgt een element of laughter. Fluttershy krijgt een element of kindness. Et cetera. En ik leg wel even uit waarom. Beter dan dat kan het gewoon niet. Maar nee, ik besluit gewoon eventjes om deze hele scène af te laten spelen. Ik heb geen idee waarom ik dat ooit heb gedaan. Waarschijnlijk wist ik gewoon niet wat ik van dit ene moment moest zeggen. Nee, ik weet het gewoon niet. De manier waarop ze kijken trouwens is best wel creepy in deze scène. Oh my god. Het valt me nu pas op hoe creepy hun gezichten waren in de episode zelf. Oh my god. Dan verschijnt opeens het element van magie. Wat ik overigens ook niet snap. Waarom krijgt de rest van de main 6 een ketting? Waarom krijgt Twilight een kroon? I don't get it. Is this building up to something? Or ik heb echt geen flauw idee. De moment met Prinses Celestia is trouwens echt waarvan je zit van, wat? Waarom? Prinses Celestia zet best wel veel druk op de schouders van Twilight. Als je erover nadenkt. Ik bedoel, Celestia heeft het tekenen gezien van Nightmare Moon's terugkeer. Kijk, daar is ze weer. En vooralsnog besluit ze om Twilight naar Ponyville te sturen. Daar vrienden te maken. En dan vertrouwt ze er vervolgens op dat Twilight Nightmare Moon zou verslaan. Wat zou ze hebben gedaan als het niet gelukt zou zijn? Vraag ik me af. Ik vraag me oprecht af. Wat zou ze hebben gedaan? Als dit plan niet gelukt zou hebben. Waarom heeft Celestia hier overigens niet zelf wat aangedaan? Dit is iets wat je vooral heel erg veel terug zou zien komen in de rest van de show trouwens. Als je plannen hebt om misschien een kijkje te nemen naar Friendship is Magic. Dit is een probleem die je heel erg vaak tegenkomt in de two-parters en in de films. Celestia heeft even niet de kracht of zo om het zelf te doen, denk ik. Dus dan laat ze het gewoon nog eventjes aan Twilight over.
Yeah, seems fair, I guess. Oh, just terrible. De hele episode was ook gericht op de Elements of Harmony, waar overigens ook niet heel veel mee gedaan wordt. Maar daar maak ik nog wel een keer een aparte video over. Ik heb daar nog wel het een en het ander over te zeggen. In ieder geval, deze episode heeft van mij een 6 van de 10 gekregen, omdat... Ja, mij leek dat wel gewoon een prima cijfer voor deze episode. In ieder geval, de episode review is voorbij en dat houdt dus in dat het mijn tijd is om te gaan. Ik bedank jullie allen voor het kijken en ik zie jullie graag terug bij de volgende video.